Ik had een gloednieuw brassenvideo en ik was net gewoon lekker aan het opnemen toen via de opnames uit. En ik was met ster spelen, ik had die verloren, Jack verloren, 10e, 5e overwinning. Dat was wel best leuk. Dit heb ik allemaal gedaan. En toen viel de opnames uit. Ik ben hier bijna. Ik had dit een beetje laten zien. En ja, dat was het. Ik ga wel weer spelen met Karel. Want Karel is super cool. Karel is super good in dit. Want dit kan ook wel echt chill zijn. Ik weet niet, maar ik speel even met Karel. En ik ga best wel goed. Ik doe zo dan. Dus ook eigenlijk easy punten. En dan die rozen even doden. Of gewoon hun allebei. Hupkeeën. En nu hebben we een min. En nu kan ik deze pakken en die. Zo, en dan pak ik super snel die daar moet dood. Huppakee, lekker! Die was wel goed. Daar liggen nu wel gratis krachtpunten waar niemand voor gaat. Maar 5e! Boy, joh. Nou, kijk, zo speel ik dan. Ik speel gewoon een beetje voorzichtig. Ik probeer die mensen een beetje... Nee, span ik nou hier? Oh nee, nu speel ik de Nita. Ik haat de Nita. Oh, gelukkig, Nita gaat weg. Zo. Maar het duurt... Hoe dichter bij je hem hebt, hoe sneller je kogel terug hebt. Hoe sneller je dus weer kan schieten. Maar die Nita, die zit hier heel naar. Ja, die zit daar. Oké, die zit daar. Dus schiet ik nu. Oh, die zit daar nu. Die Nita, die gaat echt heel irritant zijn. Als ik zo schiet, dan kan ik zo... Oh my god, die Nita, die wist dat ik toch niet doe. Zal ik even healen? Ja, dan ga ik dood. Ik ga 100% dood. Ja, fuck. Ja, nu heb ik min 0 natuurlijk. Min 0, 7e. Zo wil ik een beetje omhoog gaan qua knokker. Wil ik gewoon allemaal een beetje een rank 20 gaan maken. Want ik heb misschien Tik. Ik denk dat ik Tik niet meer ga spelen. Tik vind ik zo'n stom iets. En ik heb Tik ook helemaal niet hoog. Dus ja, rank 14. Ja, maar ik kom er toch niet mee hoog. Laat staan dat ik hem nog heel hoog ga krijgen. Ik vind het gewoon geen fijne knokker. Dus ik ga Tik nooit rank 8, gewoon rank 20 maken. Behalve als je een teammate hebt die super goed is. Misschien lukt het daar wel mee. Ja, maar dit is zo na als die... Oké. Okay. Min 3 gas doen normaal. Mijn rank 17. Dat is gewoon heel hoog. Dit is zo schimmelbaar met... Ja, kijk, dit is de tactics die ik dan met Tik had. Dan hier zitten, maar de kans dat je hier spant is ook weer klein. Oké, die M zit daar. Die M gaat nu daarin. Dus nu hitten. Nu, ja, dubbel hit. Boom, weer. Weer een dubbel hit. Boom, weer. Dood. Ha, lekker. Ja, die M's heeft niet lekker min. Maar zo moet je dan een beetje tegen M's spelen. Kal kan chill zijn, want je kan echt heel maneu. Maar je moet ook weer stom kan de knokken zijn, want je moet wachten tot je ding terug is. Dan kan je pas weer schieten. En vaak daar heb je daar echt geen zin in. Want daar kan ik ook niet eens komen. De ulti kan je wel weg mee komen. En je kan er snel weer damagen. Bijvoorbeeld als ik daar wil damage heel veel en daar wil heel snel wil komen, dan kan ik het doen. Maar ik hoef er niet snel te komen. Laat hem maar gaan. Oh mijn god. Oh my god. De Ems is gecharged, ja, dan is die wel heel sterk. Maar ik kan ook gewoon heel erg pussy dit doen. Nee, die Ems. Oh. Als Kal met de ult gecharged, dan is die echt sterk. Ja, kijk, bijvoorbeeld als je zo doet, dan kan je zo gaan en dan kan die achter de boom hitten. Oeh, die 8-bit die gaat 100... Echt waar, 8-bit vind ik een... Ja, ga maar niet tegen Kal vechten.
Want Karl kan zo doen, hè? En die kan je achter de boomhulk zitten. Ik weet waar die zit. Die zit daar. Zie je? Zie je, saai je toch? Door wie is die dood gegaan? Tik, tik. Tikkie, tik, tikkie. Fuck is dit. De kans dat ik dit ga overleven is klein, maar ik heb hier een charge en dan ga ik gelijk mijn ult neerzetten. 3, 2, 1. Go, go, go. Go, go, go. Go, 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 go. Oh mijn god. Oh mijn god, ik hit hem. Echt weinig HP. Dit was een goede tactiek. Hij killde die tik en daar kon ik hem pakken. Nice. Maar ik heb al een andere knokker best wel. Ja, deze rank 18. Deze gaan we eerst wel rank 20 maken. Gewoon een beetje mijn knokkers gewoon rank naar omhoog krijgen. Bijvoorbeeld de kot. Ik ben er ook wel heel wat mee gaan zakken. Dus kot moet ik ook mee spelen. Ik heb ook veel met Mr. P gespeeld, waardoor die rank 15 is. Maar echt waar. El Primo krijgt zijn range. Dus die kan het best in het bordje zitten. Oh mijn god, die. Alsof die kan kijken door alles heen. Kijk, dit is nice naar voor hem, want hij weet niet waar ik ben. En nu kom ik daar. Ja, hij had niet. Ik had even lek, joh. Oh mijn god. Als El Primo die heeft, dan is hij echt sterk. Ja, goodbye. Nu ga je eraan. Nu ga je er echt aan. Als je dat doet, hè. Tegen El Primo kan je niks. Dan. Ik ga wel een machine. Maar ik heb nu wel super. El Primo kan wel snel iemand dichtbij komen. Het is super. Dus het is. Even snel hierin gaan. Oh, die Max. Ja, die Max. 100% dat moeten we weghulten. Ja, dat win ik nooit, dus ga ik maar stilstaan. Oh mijn god, maar wel plus 6 en ik ben echt waar. Ik ga tegenwoordig, toen ik even begon met El Primo spelen, ging ik echt snel omhoog. Omdat El Primo gewoon een best wel goede knokker kan zijn. Maar ik speel er niet zo al te vaak mee. Omdat hij dus geen range heeft. Die bijvoorbeeld, dit kan hij wel dubbel hitten. Is naar, want nu hit hij mij bijna dood. Ik vind het knap dat ik nog leef, want ik wil niet nog een El Primo, niet ook een El Primo achter me aan hebben. Ah, ik leef nog, wat is dit? Ja, dit is gewoon naar. Ik kan nu ook weer min. Ja, wifi lag. Min 2 alle. Maar kijk, El Primo die moet gewoon echt op afstand van dichtbij. Ik heb die ring 6, 7, 16. Bijna wel al heel veel 16 ook. Een beetje knokken zijn wel mee hoog. Waar rings. Dus ja. En ik heb geen weer. Echt waar. Ik voel gewoon, eigenlijk een nieuw weer. Ik ben weer aan het sparen voor gewoon de 60. Rico is ook wel een goede knokker, dat vind ik wel. Dit is ook wel een domme Rico, sorry hoor. Zulke domme mensen kom je op hoger niveau niet tegen. Want ik heb echt. Zulke mensen kom je niet meer op mijn niveau tegen. Waar ik normaal op speel. Nou, dit is ook best wel hoog, maar op andere niveaus. Oh, dit is naar. Nee, B. De bil gaat niet op de B af, fuck. Nee! Er is een glitch als je op het water kan. Oh mijn god. Wacht, ik weet wat. Ik ga nu een duo opstarten. En ik ga proberen de ult te krijgen. Ik ga de glitch. Want er is een glitch waardoor ik echt. En wacht tot mijn teammate erbij is en dan glitch ik erop, ja? Dan kijk ik of de glitch werkt. Dan kan ik gewoon keihard glitch erop.
Ja, ik laat het. Ik laat wel zien hoe die glitch. Maar het kan ook per ongeluk zijn. Het kan ook per ongeluk gebeuren. Ik heb al bijna muld, goed zo. Oh, ik heb bijna muld. Oké, okay, chill. Dan ga ik gewoon zo de hele tijd doen. Als die dan daar blijft staan, dan kan ik erop komen. Please, ben me niet. Ik laat dit zien, omdat ik gewoon... En die glitch heeft niet eens zin, want ik ga toch dood. Letterlijk, je kan niks met El Primo dan. Dus het is een nutteloos iets. Dus laat mij het lekker proberen. Nee, ik kon niet eens één hitten. Laat staan. Waar, die ult, die moet ik gewoon hebben. Anders kan ik die, het niet doen. Oh mijn god. Oké, dit ging... we starten even een potje op met een wat slecht. We moeten gewoon slecht iemand vinden die gewoon kapot slecht. Gewoon blijft campen. Van die doodgaat. Nee, doe normaal. Dubbel El Primo. Oh, dit gaat zo kut worden. Als we het allebei gaan proberen, dan zitten we echt in de pinari. En we hebben ook nog evenveel HP, omdat we even hoog zitten qua ranks. What the fuck, hij heeft Melmin HP verloren, dat wel. Ja, dat is zonde van je ult, sorry hoor. Ik heb mult. Blijf leven, oh prima, blijf leven. Ga weg. Yes, ik heb mult. Oh, we kunnen. Super Shell. Ik ga deze glitch niet verder doen. En ja, laat mij gewoon, jullie kijken toch niet naar mij en ik ga gewoon... Dit heb je niks aan. Dus waarom zou je het nadoen? Wat? Wel gewonnen, maar die glitch werkte niet. Come on, hij werkte niet. Hij werkte helemaal niet. Dit is nog niet leuk. Wat was nou? Misschien omdat ik niet respawn. Dan moet je erop rollen met Dervo en dan kan je respawn je erop. Dat zou ook wel kunnen werken. Maar dan moet ik eigenlijk Daryl hebben. Als teammate. En dan moet ik gaan respawnen. Maar eigenlijk moet ik dan hem laten respawnen daarop. Want dat is echt... Dat is een glitch die er echt is. Ik heb die een keer gezien op YouTube. Dat is echt een kut glitch. Ik laat hem pakken. Oké, okay, go Power Rangers. Go Power Rangers. Au. Oeh. Ik leef nog, hoe dan? Daar zitten de teams. Is er, oh mijn god, ik leef nog. Die ding gaat eraan. Ja, chill. Ik heb er 10, hij heeft er 4. Heeft hij er 6 minder? Wat? Bia is teammate. Dus dan moet een Piper zijn teammate. Of fuck. Ik ga dood anders. Ik heb 10.000 HP wel, maar. What the fuck? Hij killt hem bijna. Ah, oh, hij heeft ze ult geweest. Nee, hij heeft ze ult keihard geweest. Ah, ik heb hem gesaved. Kijk, we hebben nu hoeveel in die. Hij heeft een boost en dan pak ik hier de boost. En nu gaan we ervoor. Nu ben ik geboost. Nu killen we die Penny. Oh, ik heb mezelf wel geopgeofferd, maar we hebben gewonnen. Rank 19, lekker bezig. Nou, dit is wel easy punten farm als je het mij vraagt. Kijk, als hij daarheen gaat, hij ziet... want dan kan hij die 2 punten pakken, dan kan ik hier pakken.
Dat is het voordeel als je ook... Oh, fuck. Oh, hij sloopt ze. Oh, dat is typisch wat mijn actie. Ah, een B. Oh, oh, oh. Ik mag niet schreeuwen. Ja, dacht ik al. Gelukkig kwam, was mijn 10 meter. Die Bia, die gaat er 100% hierheen. En dan killen we haar, jongen. Ah, lekker 6 hebben we nu. Hey, strijder. Dit gaat goed. We zijn hier goed. Oké, die moeten we killen. Nu. Hij ziet het. En go. Ik heb 9 gekocht. Hey, judging you, bitch. Ja, dacht ik al. Oh, dit was zo goed. Ik George heb keihard, maar het was net te laat. Oh. Ik weet niet of hij nog een keer wil. Dat is de vraag. Nee, oké. Okay, chill. Plus 25. Oh mijn god. Nou, we zijn wel een keer weer te mogen gaan door hem. Even kijken. Als vriend toevoegen heeft hij het uitstaan, denk ik wel. 4600, maar hij is voor 4600 trofee. Oh. Hij heeft wel minder dan mij, maar... Nou, we gingen... De glitch werkt niet. Je moet dus met derde opkomen. Nou. Ik wou het gewoon kijken of het werkte met El Primo zo. Maar ik denk dat hij dan met derde ook niet werkt. Vind ik wel jammer alleen. Ik wou het gewoon proberen een keer. Maar het is een not working glitch. Ik kan het wel gaan proberen. Maar nee, ik wil geen trofee voor Delmo verliezen. Maar ik denk dat ik vandaag ook nog wel een video ga opnemen. Dus ik wil jullie wel bedanken voor het kijken van deze video. Hopelijk vond het leuk. Dan een duimpje omhoog. En abonneer op mijn YouTube kanaal hier beneden. En dan zie ik jullie bij de volgende Brawl Stars video. Laters.